Ik ga gewoon zo nemen. Makkelijker. Wil je hem vasthouden? Ja. Dan doen we net alsof het een Franse talkshow is. Ik ben blij dat ik in de schaduw zit, hoor. Ja. Dat is een Franse talkshow. De draaischijf, Tom. Je hebt het ergens... Je hebt het inderdaad ergens gezegd, hè? Dat is mijn verdriet van België. Ja. En dat is ook in vele opzichten zo, want het gaat over wat ik dan, waarvan ik al onmiddellijk denk, dit is laat België nog altijd niet los. En dat is die Tweede Wereldoorlog en met name de collaboratie. Nederlandse literatuur over de Tweede Wereldoorlog gaat bijna altijd over dat alle Nederlanders in het verzet hebben gezeten. Ja. En jammer genoeg net de kans hebben gemist. In Vlaanderen heeft iedereen in de collaboratie gezeten. Ja. Ja, dat is het ook. En bij jullie is het altijd, blijft over de collaboratie. Nee, het is gewoon, het is één groot, wat de Fransen noemen, les non-dits. Dat zijn de dingen waar je niet over spreekt. En dat is het eigenlijk nog altijd. Hmm. Omdat sowieso, als het over België gaat, moet het altijd blijkbaar ingewikkelder zijn. En zeker ingewikkelder dan Nederland. Jullie koningin is de regering gevolgd. Die koning van ons is gebleven en heeft op eigen houtje met de Duitsers nog gemarchandeerd over opname. Wat de Léon de Grel, dat is dan de zelfverklaarde zoon van Hitler in Wallonië. En waren dan in Vlaanderen natuurlijk, waar de Duitsers gretig op inspeelden, een separatistische beweging die er nog altijd is. Ja. En daar werd gebruik van gemaakt, maar aan twee kanten. Mm-hmm. Dus er waren totaal in mijn ogen verklaarde nazi's die dan die... Die onafhankelijkheid van België gebruikte om te verklaren dat zij niet anders konden dan complete nazist zijn. Nu, er zijn een aantal boeken, weinig eigenlijk, over geschreven. Ik kan u aanraden, als u dat wil, dus Wil van Jeroen Olieslagers. Dat gaat heel specifiek, en dat is een overlapping met mijn boek. Ja. Dat is zeer specifiek over de twee grote zomerrazia's in Antwerpen die uitgevoerd zijn door de Antwerpse politie zelf. En waar nooit gevolg aan gegeven is. Mm-hmm. In de zin van, dat is nooit echt onderzocht. En in dit boek wordt min of meer uitgelegd waarom. Kort samengevat, we spreken over havensteden. Rotterdam en Antwerpen. In Antwerpen is de haven vrij ongedeerd in handen gevallen van de geallieerden. Dat klinkt alsof ik dat erg vind. Dat is absoluut niet zo. Maar dus daardoor moest die haven werkzaam zijn. En was dus de draaischijf. Antwerpen is een van de draaischijven van de vijf draaischijven in het boek. En daardoor zijn er een aantal afrekeningen niet gebeurd. De stad moest draaien. Er is bovendien heel veel geld verdiend mm-hmm. aan al die troepentransporten. En dus die burgemeester samen met het hoofd van de politie, de parket enzovoort, die zijn nooit bestraft. Een aantal heel zichtbare artiesten wel. En nu zie ik dat... Ik mag het zelf zeggen, ik word bijna toch 64. De gemiddelde leeftijd ligt niet rond de 30 hier. Hè? Dus een aantal mensen zullen misschien wel nog Ida Wasserman kennen. Een grote actrice die in Den Haag zo beroemd is geworden dat alle Nederlanders dachten dat zij Nederlands is. Zij was een volbloed, raar woord, Antwerpse Jodin die niet mocht spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Bourla-Schouwburg, terwijl haar man, Joris Diels, de directeur was en zijn broer, Hendrik, de directeur mm-hmm. van de opera. En die twee hebben gecollaboreerd. En natuurlijk is dat iets wat mij enorm fascineert. Als kunstenaar, wat doe je? In Nederland had je de cultuurkamer. Die was redelijk strikt en dat is redelijk duidelijk om te beoordelen. Ik vind ook te erg. Niet iedereen die getekend heeft, is per se een nazi. Er waren erbij. Ja? Maar bij ons, die cultuurkamer... kwam niet echt van de grond, maar desalniettemin... Nou, dat was ook een Belgische oplossing, hè? Eigenlijk is door overbureaucratiseren dat helemaal in slop geraakt. Ze hebben zoveel verschillende kleine cultuurkamers eerst opgericht. Ja. En die later zouden wel... Dat later is er ook nooit van gekomen. Er zijn heel veel dingen in België komen er nooit van. Hè? Zullen we eerst even teruggaan naar het boek? Want we zitten nu eigenlijk al onder... in de historische laag die ten grondslag ligt aan jouw gedachten die tot dit boek hebben geleid. Het is het verhaal van de directeur-intendant van de Bourla-Schouwburg in de oorlog, getrouwd met een Joodse actrice overkomstig uit Nederland. En zijn verklaard foute broer... Ja,
Die broer richt mee de algemene SS Vlaanderen op. Ik denk dat dat wel een aanduiding is dat je redelijk collaboreert. Hè? Ja. En dus de oorspronkelijke figuur, die in mijn boek komt die bij de bevrijding om het leven, je moet maar lezen hoe. Maar in het werkelijke leven heeft hij nog deelgenomen aan, wat heel weinig Vlamingen weten, dat dat bestond, de Vlaamse landsleiding. Dat is dus een nazi-regering in ballingschap, terwijl Antwerpen onder de vliegende bommen ligt. Antwerpen is... Een soort Republiek van Salo. Ja, zoiets. Ja. Maar dan natuurlijk op zijn Vlaams. Dus goed eten en geen beslissingen. Hè. Ja. Maar dus de vliegende bommen, die waren in hoofdzak gericht, niet alleen op Londen, maar vooral op Antwerpen, om die haven te destabiliseren. Mm. Dus Antwerpen is eigenlijk meerdere keren bevrijd. Maar dus na de eerste bevrijding zijn daar duizenden vliegende bommen neergekomen. 4000 mensen zijn gestorven na de bevrijding. Tientallen, duizenden gewonden, ontheemden enzovoort na de bevrijding. En terwijl dat gebeurt, zitten die kerels, en het Von Rundstedt-offensief voor de historici onder u, in de Ardennen, het laatste grote stuiptrekking van de Duitsers, gericht op Antwerpen, staat ook te gebeuren. En die kerels vergaderen in een châteauke, een kasteeltje, Bad Pyrmont, een kuuroord, dat ze cadeau hebben gekregen voor 3 maanden, het heeft zo lang niet geduurd, van een adellijke nazi, met geld van Himmler, nieuwe uniformen. Want nazi's, de kortste definitie van fascisme, is mannelijke hysterie. De kleding moet ook goed zitten, de kledij moet goed zitten. Dus ze hadden van Himmler dat allemaal gekregen en ze discussiëren over nazi-Vlaanderen na de herbevrijding van Antwerpen. Daar was die regent ook bij. Aha. En er zijn toch mensen die dan op allerlei sites, ik volg dat dan, die zeggen ja, die heeft wat gedirigeerd voor de Weermacht. En ja, die Vlaamse landleider, maar dat was toch een operette regering, dat wist iedereen. Dus het wordt nog altijd in bepaalde kringen totaal vergoelijkt. Vlaanderen heeft nog altijd 2 Wagner-genootschappen, die samen 5 man en een paardenkop delen, moet ik wel toegeven. Maar dus 1 daarvan is nog altijd rabiaat antisemitisch. We zijn naar het Verzetsmuseum geweest in Amsterdam, mijn man en ik, vorig weekend. Dat bestaat niet, hoor, in België, in Vlaanderen. Je hebt wel straten vernoemd naar collaborateurs. En dit is geen nestbevuiling. Het nest is vuil. Ja? Het nest is vuil. En daarom schrijf ik er zo graag over. Maar heeft dat dan te maken met... De situatie is gecompliceerd, natuurlijk. Je hebt de emancipatie van... het Vlaamse deel van België, dat gaat heel erg moeizaam. Eigenlijk kun je zeggen dat zeg maar, de Eerste Wereldoorlog die er overheen komt, dat die min of meer meehelpt aan de emancipatie van de Vlamingen. En dus er is een heel sterk... Ja, wat je bijvoorbeeld in de Oekraïne ook zag tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat de Duitsers worden bijna als bevrijders binnengehaald. Want, voor een deel, bij een deel van Vlamingen, we spreken over een minderheid. Hoor. Ja. En een echte kleine minderheid waren de Duitsers bevrijders. Mm-hmm. En kregen ze vervolgens ook... En de eerste voorstelling gespeeld in de Boerla was De Leeuw van Vlaanderen, gebaseerd op Hendrik Conscience zijn roman. Het is geen toeval dat dat gebeurt. Maar kijk, dan, als ik in een column zou schrijven... Ik spreek nu alsof ik een column zou schrijven over de historische figuren. Dan trap ik die mensen uiteraard onderuit, met veel plezier. In de roman werkt het anders. Dus ik heb geprobeerd om, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Max Auwe in het geweldige Les Bienveillantes van Littell, dan zie je het ultieme kwaad. Dat is onmogelijk om over Vlaanderen te schrijven. Dat is toch altijd meer soldaat Schweik dan Horst Wessel. Ja? Wel met goed eten en wel met heel veel discussies met die Duitse militairen. Want dat was het verschil met Nederland. Nederland had een civiel verhaal toen, ook heel duidelijk. NSB is aan de macht. In België heb je dat elk echelon, naar het voorbeeld van de Eerste Wereldoorlog, moet onderhandelen. Wat enorme rare verschillen teweeg heeft gebracht. Dus in Antwerpen heb ik al gezegd, burgemeester beveelt razzia's, burgemeester laat zelf jodenregisters aanleggen, verdeelt de jodenster. In Brussel heeft de burgemeester geweigerd om dat te doen. In Antwerpen moest je bovendien als jood betalen voor je eigen ster. Ja? Al die ambtenaren moesten nog betaald worden. Ja, dat was hier ook bovendien. Brussel is die burgemeester heeft dat geweigerd en heeft dat overleefd. Mm-hmm. Is in triomf in een open wagen door de stad gereden.
dingen die je in Nederland niet kunt voorstellen, maar die een grond hebben, niet in dit geval over België, maar de aard van de bezetting. Nu, als ik er dan een roman over schrijf, het is een alleenspraak met één hoofdstukje waar een antwoord wordt gebogen van iemand die voor mij het wandelende, flamigantisch collaborerende deel van de bevolking is. Dat wil zeggen niet de extreem collaborateurs, mm-hmm. niet de heel onschuldige mensen die gewoon een baan hadden, maar die, en dat is lekker om over te schrijven, die tussen de twee hangen en die zich heel de tijd beklagen. Van ja, ik heb wel iets mis. Maar die waren veel belangrijker. Die hebben veel meer geld verdiend. Ik was maar... Wat ik anders moeten doen. Dus, en hij beklaagt zich de hele tijd. En dat is wat ik... En getuige de reacties in België is dat wat men herkent wel. Dat is dat wandelende zichzelf toch door zich een beetje te beschuldigen volledig schoonwassende Vlaanderen. Mm-hmm. Het is een week. Ik moet onmiddellijk denken aan de plek waar ik mijn halve leven heb gewoond, Drenthe. Maar goed, dat moeten we misschien overslaan. Ja, laten we dat overslaan. Ja. dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Het speelt zich allemaal in en om de boerlaar af. Het is natuurlijk. Ja, het zijn drie levens. Tussen die dirigent, componist, de actrice en dan tussen hen beiden in. Hij moet draaien. Hij is zelf de draaikont en de draaischijf op alle mogelijke vlakken. Alex de Smet. De naam is ook al een teken natuurlijk, Alex de Smet. Maar ook na de oorlog uiteindelijk, dan wordt uiteindelijk helemaal vrijgesproken, maar kan niet meer regisseren, voelt zich dus het slachtoffer, want de weerstanders, de verzetshelden, maken hem dat onmogelijk. En dan belandt hij in Den Haag, waar hij, en dat is alleen in mijn boek, ook tijdens de oorlog is verzeild geraakt. En dan moet ik misschien vertellen hoe ik aan het idee ben gekomen. Mm-hmm. Dank Vlaanderen en vooral... Dank Nederland, Vlaanderen ook. Maar Den Haag vooral. En ik dank Teu Boermans, de regisseur, die mij gevraagd heeft om Faust te bewerken. Ja. Voor Romana Vrede in de hoofdrol. Ik heb begrepen dat zij is Rotterdamse, toch? Hè? Je kan nog 4 dagen gaan kijken naar Den Haag. Als je een mind-blowing productie wil zien, dat is dat. Maar door corona was het bijna afgesteld. Niet uitgesteld, afgesteld. Nu is er, ik weet niet of mijn eerbare collega's ook toneel schrijven, maar er is één ritueel wat je niet mag ontnemen. En dat is een eerste lezing. De eerste keer het horen. Door corona leek alles afgesteld te worden. Ik zei, nee, we moeten minstens 1 keer dat lezen. En dus dat mocht niet met de acteurs. Dus regisseur Teu Boermans, dramaturg Remco van Rijn, zeggen, kom dan illegaal, uiteraard, naar Den Haag. En dan hebben we in Den Haag, in de, wisten we veel toen, de Ida Wasserman foyer, toen al. In de Ida Wasserman foyer, aan zo'n Poetin-tafel avant la lettre, tegen de besmetting, hebben we dat stuk gelezen met z'n drieën. En achteraf zegt de dramaturg, die mij al kent, je weet toch, Tom, dat hier... in de oorlog, dat Deutsches Theater in de Nederlanden was. Dat het helemaal was overgenomen door de moffen. Je weet ook dat Goebbels, en daar zijn beelden van, daar is een polygoonjournaal van, dat Goebbels dat samen met Seyss Inquart geopend heeft. Wist ik allemaal niet. Alle Nederlanders weten dat natuurlijk, ik wist dat niet. En ze, maar je weet toch, Tom, dat hier beneden in de kelder, onder het podium, waar ik al zo vaak gespeeld heb, dat daar het restant van het mechaniek staat van een grote draaischijf. Eigenlijk een draaipodium. Een draaischijf is een schijf die bovenop het podium draait. Een draaipodium kan ook naar beneden gaan, en zelfs met verschillende onderdelen nog in die... Want het was een schijf van meer dan 20 meter omvang. Ja. Het doorsneden, dat is enorm. En dus nu is dat niet, het is in onbruik geraakt. Het mag niet afgebroken worden, want het is een monument van culturele collaboratie. Ik geloof dat allemaal niet. Hij leidt me naar de kelders. Ik zie die draaischijf. Mm-hmm. Wie de eerste druk koopt, een kleine mercantiele boodschap tussendoor. Wie de eerste druk koopt, die zal op de achterkant van de stofwikkel een foto zien die ik zelf heb genomen met mijn mobieltje van de draaischijf. En dit is behalve natuurlijk dat het een leuke gimmick is. Voor mij, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik schrijf toch al een tijdje. Ja. Maar ik zag die schijf. Het is een helse en machine. En ik wist de titel, de hoofdpersoon, de afloop. Echt ongelooflijk. Maar ook het thema.
En het thema, ja, het thema is gewoon duidelijk. Draaien. Ja. Alle, draaien tot, ja, en proberen alles te combineren en je wijs maken dat dat de enige mogelijkheid is. Ja. Maar was het dat niet? Want jij volgt de belangrijkste hoofdpersoon. Is toch onze directeur-intendant. Ja, het is de alleenspraak van hem. Ja, en ja, je hebt drie personages natuurlijk. Maar als we hem volgen, je begint toch een merkwaardige sympathie ook voor hem te ontwikkelen op de een of andere manier. Ja. Je denkt de hele tijd, doe dit nou niet. Doe dit het is nou een niet. Vlaming natuurlijk. Hè. Je moet wel sympathiek blijven. Ja, maar dat is het ook wel. Ja. Ik zou die man doodgraag ooit ontmoet hebben, want hij was behalve, ik denk echt wel een collaborateur. Ik begrijp die vrijspraak niet erg gestraft, maar op zijn minst toch iets symbolisch. Hmm. Je was het gezicht van de twee belangrijkste theaters van heel Vlaanderen. Je speelde alleen Duits repertoire, geen Joodse auteurs. Ja, Herman Heijermans, oké, niet meer spelen. Bewerker Ed Veterman, een heel beroemde Nederlandse bewerker die onder andere boeken van Felix Timmermans vermeldt hij allemaal niet meer of speelt hij niet meer. Ja. Maar het verleidelijke moet natuurlijk zijn... Kijk, het gaat over verleiding. Mm-hmm. En dus, hij wordt uitgenodigd, heb ik verzonnen, tijdens de Tweede Wereldoorlog om dan in Den Haag die grote schijf voor de opening van Das Deutsche Theater om die te komen perfectioneren. Hij denkt vanwege zijn gigantische kennis en zijn doorluchtige dramaturgische kennis dat hij wordt uitgenodigd. Hij blijkt gewoon een ordinaire stakingsraad te zijn. Ja? Hij gaat met zijn hele technische team, maar ook met zijn Joodse vrouw. Zij is niet bekend daar. En ze repeteren die schijf en dan spelen ze al Faust. En Faust gaat natuurlijk over de verleiding. Maar wie verleidt wie? En hoe ver ga je? En dit is wel zo, behalve sympathiek, moest die inleefbaar zijn, dat je denkt op een bepaald moment, hoop ik, na het einde van het boek, maar waar is hij nu eigenlijk over de schreef gegaan? En dat weet je niet. Nee. Maar dat is natuurlijk de realiteit ook van... Kijk, bij sommige collaborateurs is het heel makkelijk, hè? Ik neem aan, met Mussert is er niet veel twijfel bij jullie. En bij ons zijn er ook zo. En Cyril Verschaven, naar wie nog altijd drie straten en vijf pleinen genoemd zijn in Vlaanderen. Dus echt niet zo moeilijk om te zeggen die was collaborateur. Nee, maar hij betreedt het grijze gebied en raakt verzeild in de mist. En dan zijn voor mij de twee belangrijkste vragen nog. Die man heeft alles gelezen, geënsceneerd, gespeeld. Wat voor mij belangrijk is, van Euripides over Molière tot Shakespeare. En doet toch dit. Laat zich gebruiken op zijn minst als een uithangbord voor een regime. Is dat een vraag voor jou? Dat vind ik wel. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Want ik ga ervan uit, als je al die dingen leest, dat je vanzelf, wat een illusie is natuurlijk, vanzelf een beter mens wordt. Schoner helaas niet en langer nog veel minder, maar dus wel een beter mens. Maar de kampcommandant van Auschwitz kan 's avonds naar huis spelen met zijn kinderen, terwijl die in plaats van Schubert opzetten. En Chopin spelen en zo, dat kan. Dat is toch een gruwelijke gedachte, maar uiteraard is dat de realiteit. Is het erger als je die kennis hebt? Want je voelt je voor een deel verweest. Kunst, dus dat wil zeggen toneel en taal en romans, is mijn vervangingsreligie. En ik weet wel dat dat een illusie is, maar die verlies ik toch niet graag. Ja, ik snap het. En de tweede vraag is toch ook even belangrijk. Als je in dezelfde situatie bent als hem, en je kan heel dapper na de oorlog zeggen wat je allemaal zou gedaan hebben. Je moet dan altijd denken aan een cartoon van Peter Verstraeten. Er zit zo'n heel chique mevrouw uit Wassenaar. En ze zegt van, mijn man en ik hadden best bij het verzet gewild, maar we zijn nooit fatsoenlijk gevraagd. Ja? geweldige grap. Dus je kan jezelf wijsmaken wat je wil, maar achteraf is dat. Wat zou je doen in die omstandigheden? Je hebt een Joodse vrouw. En zij kan alleen maar acteur zijn. In welke taal zou ze anders? En hoe kan ze nog weggeraken? Wat doe je? En in hoeverre is het eerlijke bekommernis? En wanneer wordt het ook een schaamlab om toch steeds meer te gaan collaboreren? Het is niet helemaal duidelijk, hè? Want dat is een van de sterke punten van de roman, denk ik ook. Dat je... hij blijft voortdurend in die twijfelachtige situatie zitten. Het is heel moeilijk om de vinger te leggen op
de momenten waarop je een foute beslissing neemt. Want steeds lijkt het alsof je handelt vanuit onderliggende, ja, nobele, dan wel manipulerende motieven. Ja. En eigenlijk pas na de oorlog... Het is ook een alleenspraak. Dus hij is op één hoofdstukje na de enige die aan het woord is. Dus ik hoop wel dat je als lezer je laat charmeren en verleiden, maar op bepaalde momenten toch denkt van... Is deze man wel te vertrouwen? Mm-hmm. Al zijn voorstellingen zijn triomfen. Alle zalen zitten altijd vol. Alle recensies zijn altijd goed. En als ze niet goed zijn, dan is het omdat iemand eigenlijk op oneigenlijke gronden een wrok heeft tegen hem. En dan gaat hij die heel erg haten. Dus dat zou ook al een aanduiding moeten zijn dat het niet helemaal klopt. Dus op een bepaald moment van... Ja, de lidkaarten had ik van die en die. Maar dat mijn broer heeft die gekocht voor mij... Broer is dood, dus niemand kan... En ik was daar zo niet mee bezig. Ik ben een man van de grote lijnen, niet van de details. Bladzijden daarna somt hij op ongeveer wie allemaal in zijn toneelstukken gespeeld heeft. Hij weet alle details nog, dus hoe betrouwbaar is hij? Dan moet ik zeggen, dat was heel heerlijk om te schrijven. Omdat het is toch een vorm van toneel in een boek over toneel. Ja, zeker. Ja. Zeker. En dan, wie houdt nog van onze grote, inmiddels toch een beetje teloorgegane theaterbibliotheek, al die fantastische stukken. Dus ik had een aantal dingen verzonnen in het boek, dat dan de Lea Lieberman, mijn grote actrice, dat ze naar het einde van haar leven toe heel belangrijk Lyubov speelt in de Kersentuin. En daar gebeurt er iets gruwelijks na de oorlog, waardoor zij een absoluut inzicht verwerft. Wat het is, moet u dan maar lezen. En ik ga dus naar de... We gaan foto's nemen voor de Volkskrant naar de Koninklijke Schouwburg. Dat blijkt een damesfoyer te zijn. En daar hangen schilderijen van de beroemde actrices. Ida Wasserman, in haar rol van Lyubov. Want dat was haar grootste triomf, blijkt. Ik had verzonnen dat... ik wist dat er tijdens de oorlog in de Koninklijke Schouwburg... Tijdens het feit ook dat Doodjes Theater daar was, dat er onderduikers, Joodse onderduikers en verzetslui verborgen hebben gezeten. 400 mensen zijn, wat op zich al een fantastisch idee is, het Schouwburg, zijn door de Schouwburg mondjesmaat gesluist en gered. 400. Door de conciërge. En het was in een stukje zolder boven de zaal. Dus je kijkt, ik weet niet of je ooit in de Koninklijke Schouwburg bent geweest, een prachtige gouden koepel. Ja. Aan de andere kant is dat pleisterwerk en rottend riet. Letterlijk rottend riet. Dat gaat ooit invallen. En ik had verzonnen dat ze daar... Dat wist ik dat ze daar hadden gezeten. Maar dat er luikjes waren waar ze konden kijken. Er zijn luikjes. Ze hebben kunnen kijken. Misschien zelfs naar Goebbels en Seyss Inquart bij de opening. Je kan het opzoeken op Google. Ja. Getty Images. Tik het in. En dan zie je werkelijk... Ja, Goebbels arriveert. Ik beschrijf het ook nog in het boek verder. Dus je kan veel verzinnen, dat heb ik gedaan. Maar tegelijkertijd haalt de werkelijkheid je toch ook in zo'n boek, als je dat dan doet. Je kunt eigenlijk zeggen trouwens dat er vierde belangrijke personage is in dit boek. En dat is in de figuur van de boerlaar het theater. Wel, ja, eigenlijk zijn er architectonische hoofdpersonages ook en dat... Het is een boek dat speelt in twee steden en dus twee landen. Drie levens, twee grote schouwburgen. Mm-hmm. Wat ik net zei over de vervangingsgodsdienst. Een goede schouwburg is een tempel voor mij. En daar hangen nog altijd demonen van. Goede en totaal mislukte voorstellingen. Daar hangen de geesten van onze grote acteurs, die in tegenstelling tot schrijvers niet overleven. Ida Wasserman was groter dan, om het even, welke actrice tot dan toe ooit geweest was. Ze overleeft nu als de naamgever van een foyer. Mm-hmm. En in mijn boek, maar dan nog onder een andere naam. Dat is het geweldige aan theater. Dat is, als je schrijver bent, kun je je nog wijs maken dat je werkt voor de eeuwigheid. Hè? Mm. Als je speelt, weet je, het doek valt en het is weg. Het is weg. Daarom hou ik ben een soort fabeldier met twee zielen in één borst, hou ik zo van toneel. Dat is het compleet tegenovergestelde en toch met taal. Ja. Dat is, dat blijft toch mijn grote liefde ook. De combinatie, hoor. Van ja, dat is het eigenlijk.
Dankjewel, Tom. Graag gedaan.